Inmiddels hebben wij aan de telefoon hangen Yvette van der Veen, speelster bij ADO Den Haag Vrouwen. Goedemiddag, Yvette. Goedemiddag. Gisteravond hebben jullie een wedstrijd gespeeld, uit bij PEC Zwolle. Ja, klopt. Derde overwinning behaald, mede bovenaan nu samen met Ajax. Ja. Hoe was de wedstrijd? Het was best een lastige wedstrijd, omdat de tegenstander heel erg ingezakt stond. Dus we moesten een beetje het geduld houden en rond blijven spelen en zoeken naar het gaatje. Maar uiteindelijk hebben we er eentje gevonden. Maar jullie hadden toch wel meerdere kansen om de wedstrijd te winnen? Ja, eigenlijk volgens mij na 12 minuten al kwamen we een keer 1-1. En jammer genoeg schiet onze spits er maar niet in. Maar ja, als je die scoort, dan wordt het wat makkelijker, omdat hun dan van de goal af moeten komen. Maar ja, als we zo de wedstrijden ook allemaal kunnen winnen, dan tekenen we er ook voor. Ja, precies. Maar ze waren dus nogal stug gisteravond. Ja, nou ja, stug. Het leek wel alsof ze een bus geparkeerd hadden voor de goal. Dus... Maar ja, PEC Zwolle heeft natuurlijk 0 doelpunten voor en jij inmiddels 4 doelpunten tegen. Dat is ook een teken natuurlijk, dus dat ze niet zo goed in de aanval zijn. Of viel het wel tegen? We hebben niet enorm veel kansen tegen gehad. Maar dat kwam ook gewoon omdat hun echt behoorlijk ver op hun eigen helft ingezakt stonden om te verdedigen. Dus ja, dan wordt het ook lastig om aan te vallen. Hoe was voor jou de wedstrijd als verdediger dan? Ja, we moesten wel goed onze concentratie bewaken. Omdat ja, als ze er dan een keer uitkomen, dan zijn wij degene die het slot op de deur zijn, zeg maar. Dus af en toe is dat best lastig. Maar ik denk dat we dat wel goed voor elkaar hebben gekregen met z'n allen. Hoe lang zit jij bij ADO 1? Dit is nu mijn 5e seizoen. 5e seizoen al? Ja. Dus je hebt ook alle voorgaande seizoenen meegemaakt dat ADO 4e werd. En ja, 2 keer 4e zelfs achter elkaar. Dit seizoen staan jullie op de 2e plaats. Gedeelte eerste zijn jullie met 3 gespeeld, 9 punten zoals al gezegd. Waar denk je dat jullie kunnen eindigen? Want ja, Ajax en Twente moeten jullie nog gaan krijgen natuurlijk. Ja, dus echt een heel goed beeld. Ja, de andere tegenstanders zijn ook allemaal goed. Maar tegen die tegenstanders kunnen we echt kijken hoe ver we zijn en waar we staan. Dus dat is nog een beetje afwachten. Maar ik denk dat wij echt wel een goede kans kunnen gaan maken om bij de eerste 4 te komen. Dus dat is in ieder geval het doel om in de eerste periode dat voor elkaar te krijgen. Jij zit voor het 5e seizoen bij ADO 1. Het is toch een hele jonge ploeg. Want bijna ieder jaar de echte allerbeste die vertrekken natuurlijk. Want er zijn ploegen die niet dik betalen. Ja. Maar hoe krijgen jullie toch voor elkaar om dan toch zo hoog te staan? Nou, ik denk dat we ook allemaal wel echt voor elkaar willen werken. Dat je ziet dat we echt een team zijn en dat we de gaten en de rotzooi voor elkaar opruimen. En ik denk dat dat op dit moment het belangrijkste is. De rotzooi, zeg je? Ja, soms als iemand iets verzaakt of een balletje terugspeelt die niet goed is en iemand anders kan dat opruimen, dan als we met z'n allen voor elkaar door het vuur gaan, dan kan je van iedereen winnen. Aanstaande vrijdag is de wedstrijd tegen PSV, een thuiswedstrijd. Deze wedstrijd waren er maar 530 mensen, las ik ergens ineens bij PEC Zwolle. Dat is bijzonder weinig natuurlijk. Is het bij ADO zelf beter gevuld? Ja, meestal wel. Meestal wel. En zeker de wedstrijden tegen PSV, Ajax en Twente. Dat zijn vaak wel wedstrijden die meer bezocht worden. Dus PSV, we hopen het. PSV staat onderaan. 3 gespeeld, 0 punten natuurlijk. Dus ze hebben 4 doelpunten voor en 9 doelpunten tegen. Wordt dat een doelpuntrijke wedstrijd? Laten we het hopen. Als we de kansen krijgen, dan moeten we ze maken. Dat is eigenlijk heel simpel. Maar het wil niet altijd even goed lukken. Maar ik hoop dat we hebben eergaande wedstrijden, voorgaande wedstrijden tegen PSV hebben we ook wel eens een doelpuntenfestijn van gemaakt. Dus daar gaan we nu ook wel weer voor. En die wedstrijd is aanstaande vrijdag. Die is om 19:30. Mensen zijn welkom om te komen. Kaartje kost €4, geloof ik. Ja. Om te komen kijken. Dus voor het geld hoeft niemand het te laten. Seizoenkaarthouders mogen zelfs gratis naar binnen. Gratis naar binnen. Ik zou zeggen, gaat iedereen naar het stadion. Ga kijken naar de wedstrijd. Want met jou in de verdediging, met maar 2 tegendoelpunten, je houdt ze wel tegen, toch? Ja, ik doe mijn best. Zo goed mogelijk. Ja, hartstikke goed. Hey, dankjewel, Yvette. Graag gedaan.